Vandaag is de kracht van Europa niet zo sterk meer als bij de oprichting van de Europese Unie, grofweg 25 jaar geleden. Hoewel heel veel landen staan te popelen om lidstaat te worden, daalt in de landen die er sinds het prille begin bij zitten het vertrouwen enorm. Zo ook in Groot-Brittannië, die 4 jaar geleden de Europese Unie verlieten. Beslist aan de hand van een nauw referendum, maar het volk heeft gesproken. En ook in Nederland stijgt het aantal mensen dat pleit voor een zogenaamde nexit. Als je met de auto van Roosendaal naar Breda rijdt, zie je op de bruggen boven de A58 heel veel bruggen beklapt met anti-EU-leuzen. En dit is een zorgwekkende ontwikkeling en daar moet iets aan veranderen. In mijn ogen komt dit voort uit het mankement van de EU. In mijn ogen is Europese samenwerking een heel mooi concept en iets heel belangrijks. Maar de uitvoering ervan, ja, die is soms niet helemaal geweldig. In mijn optiek kan het met de EU 2 kanten op. We zouden gehoor kunnen geven aan de mensen in de samenleving die het effect van de EU in twijfel trekken. En we zouden de EU van minder belang kunnen maken. Of we zouden juist voor moeten zorgen dat er een Verenigde Staten van Europa komt. Waarbij we dus nog verder gaan samenwerken en nog meer Europese integratie stimuleren. Dit zijn allebei 2 uitersten. Best wel radicale uitersten. En daarom hebben wij ervoor gekozen om uiteindelijk in het midden uit te komen en in balans uit te komen. Maar doordat wij in die balans zijn terechtgekomen, werkt de EU juist precies niet zoals ze moeten. Op het gebied van defensie denk ik dat de EU samen met de NAVO heel veel heeft bereikt om Europese veiligheid te garanderen. Wat wij niet mogen vergeten is dat er nog wel een oorlog bezig is op dit continent. En heel veel landen weigeren nu juist in deze tijd te investeren in Europese veiligheid. En dat komt omdat er niet een sterk genoeg federale Europese regering is die de landen kan stimuleren om daaraan te investeren. Hetzelfde geldt eigenlijk voor klimaatbeleid. Dat de Europese overheid niet sterk genoeg is om landen te stimuleren dat ze investeren in een duurzame toekomst, zijn er nog genoeg landen die te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan. Een ander mankement binnen de Europese regering vind ik ook dat ze dingen bespreken die net niet zo belangrijk zijn. In Brussel stelt men bijvoorbeeld vast hoe dik de rand van het bierglas mag zijn, terwijl er echt wel belangrijkere thema's zijn. Wat ik er ook probeer te zeggen, is dat sommige dingen die nu nationaal worden besproken, juist internationaal aangepakt zouden moeten worden. En dingen die internationaal worden besproken, zoals het bierglas, dat kan een land best zelf uitmaken. Kortom, wat we in ieder geval nodig hebben, is een sterke Europese federale regering die niet naast de nationale regeringen staat, maar erboven. Zodat ze sancties kan opleggen als landen zich niet aan de afgesproken afspraken houden. De Europese overheid moet dus worden herzien om zo het vertrouwen van de Europese burger weer te winnen. Maar en als iets belangrijk is in deze tijden, waarin alles van vandaag op morgen kan veranderen, is het juist dat Europese vertrouwen. Dank u wel.